Welkom bij deze engelenboodschap voor donderdag 14 september. We gaan meteen beginnen met een aantal orakelboodschappen. Ik ga beginnen met de boodschappen van de engelen. En we gaan kijken wat we mogen ontvangen. Neem alleen datgene mee wat resoneert en laat de rest los. Laat het voor iemand anders als het niet je boodschap is. We gaan kijken onder op het dek naar het voorschudden op de energie. Hebben we je bent veilig. Aartsengel Michael. Ik bescherm jou tegen lagere energieën. En ik bescherm jou en je geliefde en je huis. En guarding, ja, ik bewaak jou, je geliefde en jouw huis. Ik bescherm je tegen lagere energieën. Kan zijn dat je dus donderdag te maken krijgt met ja, wat lagere energieën, wat vervelende situaties. Maar als het kan ook gewoon een algemene boodschap zijn. Je wordt op dit moment beschermd. Je wordt bewaakt door aartsengel Michael. Je bent veilig. Wat mogen we nog meer ontvangen, universum? Voor donderdag 14 september 2023. Donderdag 14 september 2023. Wat is de boodschap voor donderdag? Wat is de boodschap voor aankomende donderdag morgen 14 september? De boodschap voor donderdag 14 september. Alles is goed. All is well. Aartsengel Jeremiah. Alles gebeurt precies zoals het moet gebeuren. Met verborgen zegeningen die je snel zult zien. Je zult het snel begrijpen waarom de dingen die op dit moment gebeuren, gebeuren. Er zitten verborgen zegeningen in. En het kan een vervelende situatie zijn, zoals ik zojuist zei. Waar je in eerste instantie van denkt, ja, waarom overkomt mij dit nu? Maar er zit iets, misschien iets beters aan te komen. Er zit een verborgen zegening in. Dus uiteindelijk ja, is het iets positiefs. Zal het een positieve verandering teweeg brengen. Wat mogen we nog meer ontvangen? Voor donderdag 14 september. Donderdag 14 september. Wauw, we hebben crystal clear intentions. Dus kristalheldere intenties. En weer aartsengel Michael. Ben helder over waar je naar verlangt. En focus je daarop. Met vertrouwen. Focus je op datgene wat je wil. Datgene waar je naar verlangt. En heb er vertrouwen in dat het naar je toe komt. En we hebben hier een carrière transitie. Aartsengel Gamuel, je levensbestemming, dus je zielspad, je levensbestemming, is op dit moment een gezegende carrièreverandering. Er wordt getriggerd, dus je wordt getriggerd om een gezegende carrièreverandering te maken, die te maken heeft met jouw levensbestemming, je levensmissie, je zielsmissie. Dus voor sommigen kan dit komen in de vorm van een baan die beëindigd wordt. En alles is oké. Dit is de bedoeling, omdat er ja, een carrière-transitie wellicht voor je aankomt. Iets wat beter bij je past. Iets wat te maken heeft met je zielsmissie, met je bestemming in het leven. En we hebben onder op de derde kaart vrede. Aartsengel Gamuel. Vrede komt door je te herinneren dat alleen liefde echt is. Peace comes from remembering that only love is real, is de boodschap. En ik ga voor jullie het sterrenlichtorakel schudden. Ik ben even aan het kijken waar ik het boekje heb gelaten van het sterrenlichtorakel. Volgens mij ligt hij hieronder. Ja. Zodat ik ook de boodschap voor jullie erbij kan nemen natuurlijk. Zo. Van het sterrenlichtorakel, en ik heb die kaarten voorgeschud, hebben we voor donderdag de blauwe vlam. Spontaan ontwaken, activeren en integreren is de boodschap. En ik ga hem erbij nemen.
De blauwe vlam. Wat is de boodschap van de blauwe vlam? Universum. Voor donderdag. Deze kaart toont aan dat je ontwaakt en meer energie krijgt. Misschien beleef je een periode dat je spontaan tot een bepaald besef komt, krijg je inzichten en ervaar je buitengewone dingen. In het Westen is er weinig bekend over het proces van spontaan tot bewustzijn komen en het kan heel angstig voelen als dit alleen wordt beleefd. Elders wordt het gezien als een voorteken en wordt degene die dit doormaakt met veel zorg behandeld. Van de blauwe wezens wordt gedacht dat het wezens zijn die iets tot stand kunnen brengen, die veel potentie bezitten en kunnen helen en de structuur van onze cellen kunnen verbeteren. Ze verschijnen op momenten dat je je van iets heel bijzonders bewust wordt. Ze activeren een fysieke bovennatuurlijke kracht en helen je diep in je lichaamscellen en het DNA. Veel mensen maken het bewustwordingsproces mooier dan het is. In werkelijkheid gaat het rommeliger en is het moeilijker dan de meesten denken. Je moet eerst je zekerheden loslaten en op welke manier je iets zinnigs van het leven kunt maken. Dat is niet gemakkelijk. Het proces van ontwaken, zelfs als het spontaan gaat, heeft heel wat tijd nodig. Om het gevoel te krijgen dat het wezenlijk bij je hoort. En als je dit niet de tijd gunt, dan kan het voelen alsof je terrein verliest. Als je midden in het proces van ontwaken zit, en dit proces houdt nooit op, zie dit dan als een heilige periode en geef jezelf alle ruimte je erin te verdiepen en je de bijzondere veranderingen die je doormaakt eigen te maken. En de sterrenlicht aanmoediging die bij deze kaart hoort, is: fluister de volgende woorden. Ik mag me overgeven aan het bewustwordingsproces dat goed is voor mij. Ik doe het langzaam aan en leer elke dag. En met de kaarten die we hier ook hadden, voor sommigen van jullie, ook tijdens het voorschudden van de tarotkaarten, zag ik de zwaarder 10 samen met het Rad van Fortuin eruit komen. Dus er kan een bepaald einde van de situatie plaatsvinden. En dat kan een vervelend, kan een pijnlijk einde zijn. Maar dit einde brengt meteen ook het Rad van Fortuin. Dus positieve veranderingen, je geluk wat draait als het ware. En dit heeft te maken met bestemming. Het is nu de juiste tijd met het Rad van Fortuin dat een bepaalde situatie wordt beëindigd. Dus hoe vervelend het ook kan zijn op het moment. En dit kan iets zijn waar je aankomende donderdag of inderdaad in de afgelopen dagen of in de komende dagen doorheen zult gaan. Jullie mogen nu een vraag in gedachten nemen en ik ga de engelenantwoordenkaarten schudden. We hebben onder op het dek de kaart kans. Dus er kan je een kans geboden worden wellicht. Of er is een kans op iets. Maar herhaal je vraag voor jezelf, hardop of in gedachten, wat je zelf prettig vindt. En we gaan kijken wat er nog meer naar voren mag komen in het universum. Wat is het antwoord op de vraag? Engelen, wat is jullie antwoord op de vraag die men zich op dit moment stelt? Wat is het antwoord op de vraag? Krijg meer informatie en nee. Met een uitroepteken. Krijg meer informatie, ik leg hem hier neer. En nee. En onder op het dek hebben we een ja, zonder uitroepteken, en een compromis. Dus iets loopt anders dan dat je verwacht. Krijg meer informatie. We gaan het zien. Wat heeft de tarot voor ons voor donderdag? We hebben het oordeel. En dit kan te maken hebben met bewustwording, een aha-moment, een inzicht krijgen. Het heeft ook te maken met het loslaten van het verleden, het vergeven. En een nieuwe start. Het oordeel heeft te maken met een nieuwe start maken. Kijk, en onder het oordeel ligt hier die aas van pentakels. Er kan ook een beoordeling plaatsvinden, waardoor er een einde plaatsvindt. Zoals ik zei, in een werksituatie of in een andere situatie. Maar dit brengt die nieuwe gouden kans met zich mee, met de aas van pentakels. Universum, wat is de boodschap van donderdag 14 september? Wauw, we zagen dus die aas van pentakels en nu de kelkenaas. Ja, en dit is iets
ja, alle azen hebben te maken met een nieuw begin. Een nieuwe start. Dit is er is liefde overal om je heen met die kelkenaas. Er wordt je eens aangereikt. Dit heeft te maken met geluk. Je gelukkig voelen. Dit heeft te maken met emoties. Universum, wat mogen we nog meer ontvangen voor donderdag 14 september? Donderdag 14 september. Het kan zo zijn dat een bepaalde relatie die je hebt verbroken wordt of verbroken is. En dit is omdat er iemand beter op je wacht. En je hebt misschien uit een relatie bepaalde lessen moeten leren. En op het moment dat de lessen geleerd zijn, ja, beëindigt de relatie. We hebben de maan. Sterk vissenenergie. En de maan kan staan voor angsten. De maan kan staan voor onrust. De maan kan staan voor onduidelijkheid, verwarring. Iets niet helder zien. Of een situatie is niet wat het lijkt. We mogen nog meer ontvangen. Voor donderdag 14 september. Oeh, we hebben hier een koning van pentakels. Dit kan dus iemand zijn in je omgeving. Een stier, maar steenbok. Het kan iemand zijn die zijn liefde aanbiedt. Maar er is meer informatie nodig met de maan. Dingen zijn nog, hangen nog in de lucht. Dingen zijn onduidelijk met de maan. Dit kan ook iemand zijn die kansen in handen heeft. Mogelijkheden heeft op carrièregebied. Want dit is iemand die gefocust is op zijn carrière. Iemand die ja, wellicht een eigen bedrijf heeft. Stabiel is. Ja, dit gaat allemaal over de pentakels. Zekerheid, veiligheid, financiële stabiliteit. Dus dit kan iemand zijn die iets aanbiedt. Waarbij er dus nog wat onduidelijkheid is. En we hebben ook die kaart krijgt meer informatie. Schildknaap van pentakels is een kaart van leren, studeren. Dus een bepaald iets wat je aangegeven, aangereikt wordt met die kelken aas. Daar heb je meer informatie over nodig. En met de schildknaap van pentakels, er komt een boodschap binnen. En we gaan het verklaren. Dit kan dus ook iemand zijn die sterke gevoelens voor je heeft. Iemand die een relatie met je zou willen aangaan met die aas van kelken. Onder op het dek hebben we de pentakel 6. Een kaart van geven. Iemand wil geven in deze connectie. Ja, positieve vooruitgang, communicatie weer. En de schildknaap van staven. Dus we hebben heel veel vuurenergie en aardeenergie. Stier, maar steenbok, ram, leeuw, boogschutter energie. Voor sommigen van jullie is dit iemand die je kent. Dus iemand waar er al ervaringen, herinneringen mee zijn. We gaan het zien. Waarom ligt hier de schildknaap van pentakels? Waarom ligt hier de schildknaap van pentakels? Een kleine boodschap kan dit zijn. Waarom ligt hier de schildknaap van pentakels? Koningin van kelken, schorpioen, kreeft, vissen. En de zwaarde 6. Ja, de schildknaap van pentakels heeft ook weer ermee te maken dat je ja, meer informatie wil. Dit kan ook te maken hebben met iemand leren kennen, iemand beter leren kennen. En vertrouwen op je intuïtie, je hart volgen. De koningin van kelken, ja, koestert al die emoties, al het water wat ze in haar kelk heeft. Ze heeft ook de mooiste kelk van alle ja, kelken die er staan. In het dek, op de afbeeldingen. En we hebben de zwaarde 6. En dit is inderdaad naar kalmer vaarwater gaan.
Dit kan te maken hebben met, letterlijk beweging. Het kan te maken hebben met een overplaatsing op je werk, wat meer rust gaat brengen. Het kan te maken hebben met een verhuizing. Maar het heeft te maken met een situatie achterlaten, een situatie van conflict. Een situatie die je onrust brengt. Waarom ligt hier de kelk een aas? Er kan je dus ook een boodschap overgebracht worden waar je in eerste instantie niet heel erg blij mee bent. Iets wat je emotioneel raakt. Maar wat uiteindelijk inderdaad leidt tot meer emotionele balans en iets wat je gelukkig zal maken. Iets waar je je goed bij voelt. Maar dit is iets wat je wellicht op dit moment nog niet kan zien met die maankaart. Waarom ligt hier de kelk een aas voor donderdag 14 september? Ja, de staven 9, ergens aan vast blijven houden, iets niet helemaal vertrouwen. Het gevoel hebben je te moeten verdedigen, je muur omhoog. Ja, dit is onrust, stress. Dit is iemand die zich niet lekker voelt. Het gevoel te hebben altijd alert te moeten zijn. En we hebben de Ridder van Kelken. Waar ligt hier de Ridder van Kelken? Schorpioen, kreeft, vis en energie. De Ridder van Kelken kan staan voor een situatie waar balans nodig is. Een relatie kan het mee te maken hebben waar, ja, waar balans nodig is. En het kan ook te maken hebben met iemand, zoals ik zei, waar je al dingen mee hebt meegemaakt. Met de staven 9 ook. Iemand die je niet zozeer vertrouwt. Iemand die nou komt met een boodschap van liefde. Die zijn kelk aanbiedt. Waarom ligt hier de Ridder van Kelken? Iemand die zijn gevoelens uit. Waarom ligt hier de Ridder van Kelken? De zegenwagen. En dit heeft wederom te maken met de bestemming. En dit kan dus te maken hebben met een carrière switch. Het kan zo zijn dat je voor een nieuwe carrière zult moeten reizen. Of een langere reistijd zult hebben. Of dat je inderdaad zult gaan verhuizen. In verband met carrière. Het kan ook simpelweg te maken hebben met een verhuizing. En dan hoeft het niet per se met carrière te maken hebben. Het kan ook zijn dat de persoon waar je mee te maken hebt zich op afstand bevindt. We hebben hier een kluizenaar. En de kluizenaar is iemand die nadenkt over zijn bestemming. Iemand die overzicht krijgt. Iemand die reflecteert. Iemand die ook zijn innerlijke angsten onder ogen durft te zien. Een innerlijk licht schijnen. Wat is het wat me echt gelukkig maakt? Wat is het wat ik wil? Wat is mijn bestemming? Wat is mijn reis hier op aarde? Maar dit is iemand die al de nodige wijsheid in zich draagt. De antwoorden komen van binnenuit. En ik zie je dus moedig zijn. De controle nemen. Of dit is je persoon die naar jou toe komt. De uitdaging wil aangaan. En de stoute schoenen aantrekt en zijn gevoelens uit. En weer waterenergie. Dus we hebben de koning van Kelken, schorpioen, kreeft, vissen. En dit kan iemand zijn die op dit moment teruggetrokken is. Ergens over nadenken is. Waar ligt hier de maan? De zegenwagen is echt een kaart van de moed hebben om iets achter te laten. En volle vaart vooruit. Daadkracht. En zegeningen, overwinningen behalen, succes behalen. Op het moment dat de eerste stap gezet wordt. Dit is een hele snelle energie. Ja, we hebben hier de aas van pentakels. Een gouden kans. Pentakels 2. En de koning van zwaarden. Tweeling, weegschaal, waterman energie.
Dit is iemand die het complete plaatje ziet. Iemand die objectief is. Een strategisch persoon. Analytisch. Iemand die staat voor orde. Wetten, regels. Eerlijkheid. En vooral zijn keuzes baseren op feiten en ook zijn overtuigingen. Iemand die hoofd over hart beslissingen maakt. En heel serieus nadenkt over dingen. En met die pentakels 2. Dit is juggelen, nadenken. Een situatie, er moet balans komen. En je vraagt je misschien af, gaat dit nieuwe begin me balans brengen? Het kan ook te maken hebben met, als deze persoon iemand is uit het verleden, dan kan het iemand zijn die in het verleden jou met een andere persoon of meerdere situaties gejuggeld heeft. Het kan een werksituatie zijn met de koning van pentakels. Maar je wil eerst waarheid, helderheid krijgen. Waarom ligt hier de pentakels 2? En als het gaat om iets wat je aangeboden wordt op het gebied van werk. Ja, je hebt nog niet alle informatie. Je hebt nog meer informatie nodig. En dan zie ik inderdaad een gesprek plaatsvinden. Waarin de voorwaarden besproken zullen worden. Waarom ligt hier de pentakels 2? Waarom ligt hier de pentakels 2? Wauw. Pentakels 10. Ja, dit heeft weer te maken met stabiliteit, zekerheid. Dit is een familiedynamiek. Dit is stabiele relaties. Dit kan staan voor een huwelijk. En we hebben de kelken 10. Ook weer happily ever after. Het ultieme geluk. Dus is dit het wat voor mij voorbestemd is? Is dit het wat voor mij die balans gaat brengen? Wat me gelukkig gaat maken? Is het betrouwbaar? En is het iemand, als het gaat om iemand die geïnteresseerd in je is, in een relatie is, die stabiliteit kan bieden? Is het iemand die niet gebonden is ook aan een ander met de kelken 10 en de pentakels 10? Ja, je bent wat in de verdediging, in een energie van grenzen aangeven. Omdat dit ineens zomaar op je pad kan komen en heel snel kan gaan. Ja, kan het je ook wat uit balans brengen? Het kan heel snel onverwachts gaan. En je kunt het gevoel hebben, met die kaarten staven 9. En ik zie hieronder, onder de gerechtigheid, ook de duivelenergie liggen. Ja, er kunnen aan dit aanbod bepaalde dingen zijn waar je het gevoel van hebt, het klopt niet. Of ik kan het niet vertrouwen. En je kunt ook te maken hebben met iemand die in het verleden verslavingen had. Of trekjes, nare trekjes. Waarom ligt hier de koning van pentakels? De aas van zwaarden. Ja, dit is iemand die komt met helderheid. We zien dus de aas van pentakels, de kelkenaas en nu de aas van zwaarden. De aas van zwaarden kan ook te maken hebben met iets onthullen. Een waarheid die gesproken wordt. Een beslissing die gemaakt is. En we hebben de keizerin. Een nieuw begin, een nieuwe start. En het kan een nieuwe liefdesrelatie zijn. Deze persoon kan jou zien als een keizerin. Iemand die heel stabiel is, liefdevol. Het kan zijn dat je moeder bent. Iemand die ook financieel het allemaal goed doet. Iemand die weet wat ze wil, onafhankelijk is. En iemand waar hij of zij mee kan groeien. Maar er zit ook nog wat zware 8-energie. Wat angst. En die maanenergie kan ook van de persoon zijn. En dit kan ook jouw energie zijn. Draai de rollen om als het andersom is. Maar dit is self-fulfilling prophecies. Dus negatief denken. Het gevoel hebben
ja, onzekerheid kan de duivel ook verstaan. Dus het ego kan deze persoon zeggen van, dit is misschien te hoog gegrepen. Of je bent financieel niet stabiel genoeg. Of de functie die je aanbiedt, ja, voldoet niet aan de eisen van jou dan, met die keizerin. Maar dit is iemand die serieus wil werken aan je relatie. Als het gaat om liefde, we hebben hier de staven 4. Dit is een wensvervulling, dit is geluk, harmonie, succes. En voor jullie, als het om werkgebied gaat, is het heel belangrijk dat dit iets is wat stabiliteit brengt. Dus het kan ook te maken hebben met de duur van een contract. Dus dat je vooraf afspreekt dat het bijvoorbeeld een jaar is of langer dan 6 maanden. Je hebt bepaalde eisen waaraan voldaan moet worden. En je hebt in eerste instantie het gevoel van, ja, ik heb nog niet helemaal helderheid of dit mij de zekerheid gaat brengen die ik graag wil. Staven 4. Dit is wensvervulling. Dit is stabiliteit. Dit kan staan voor relaties. Dus voor de een heeft het met carrière te maken. Voor de ander met een relatie. De persoon die naar je toe komt kan op de een of andere manier vastgezeten hebben in een situatie. Waardoor het vertraagd is. Dus het kan iemand zijn die waar al langere tijd geen contact mee is. Het kan te maken hebben met een huwelijk, maar dit is iemand die nu actie wil ondernemen. Iemand die het niet los kan laten. Iemand die een tweede kans wil geven en iemand die er serieus voor wil gaan. Ik zie hier stierenenergie, de hoge priester, de schildknaap van pentakels. Kijk, en de ridder van pentakels. Want we hebben hier de schildknaap. De ridder van pentakels is de ridder die heel langzaam gaat. Dus je kunt ook het gevoel hebben, het financiële stukje klopt niet helemaal. Maar ik zie dat dit nieuwe iets wat je aangeboden wordt, ja, echt de potentie heeft om je heel gelukkig te maken. En ook een reden om iets te vieren, succes behalen. Het is een hele positieve verandering. En het is een wensvervulling met die staven 4. En het is iets wat je aangereikt wordt. Ja, en ik heb het gevoel dat dit iets is vanuit het universum wat naar je toe komt. Dus als je in een vervelende situatie terechtkomt van iets wat beëindigd wordt, dan weet dat dit een positieve... En ik heb het gevoel dat die beëindiging misschien al heeft plaatsgevonden voor de meeste van jullie. Omdat we hier de zware 6 hebben, dit is al het conflict achterlaten naar kalmer vaarwater gaan. Dus nu uit een situatie die vervelend was, die beëindigd is, waar je over in hebt gezeten, waar je zorgen over hebt gemaakt. Er komt nou in de komende periode meer rust, helderheid, er komt iets nieuws binnen en je zult dan nu begrijpen waarom die andere situatie is beëindigd, heb ik het gevoel. Dus dat is de boodschap voor 14 september. Ik wens jullie een hele mooie dag toe, heel veel liefde en licht en tot de volgende keer. Dag!